Nu we weer in de donkere maanden zijn beland, is het op onze drukke wegen meer dan ooit wenselijk dat auto's een perfecte verlichting hebben die bovendien goed gebruikt wordt. Verblinden van tegenliggers kan moord betekenen. Het is daarom noodzakelijk om de lichten te laten nazien. Dat kan gratis bij de ANWB, die met controleapparatuur door het land trekt en allereerst in Hilversum zijn tenten opsloeg. Er zitten aan de moderne auto heel wat lampen en ze moeten het allemaal goed doen. Dat wil de veiligheid. Als men bedenkt dat van de gekeurde auto's maar 15% een verlichting zonder fouten heeft, is het duidelijk dat er heel wat valt af te stellen. De ANWB voert in zijn controlekaravaan 3 tenten mee waarin auto's worden binnengereden. Met een speciale apparatuur wordt nagegaan of het gedimde licht niet te hoog schijnt en op die manier toch nog een verblindende uitwerking heeft op tegemoetkomende chauffeurs. Behalve de stand van het gedimde licht wordt ook de kracht van het volle licht onderzocht. En eventueel worden de lampen nieuw gesteld. Als alle lampen zijn gecontroleerd en mankementen verholpen zijn, wordt een zegeltje op de ruit geplakt. De lampen zijn nu goed. En nu gaat het er nog maar om dat ze ook goed gebruikt worden. Want op de donkere wegen met slecht zicht moet de autoverlichting met inzicht gehanteerd worden.